Op vraag van de procureur des Konings van Gent verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op donderdag 30 juni 2011 werd er ingebroken in een van de gebouwen in het MP-center in Drongen bij Gent. Twee verdachte mannen komen die avond rond 6:30 het gebouw binnen. Ze worden op verschillende plaatsen gefilmd. Op dat ogenblik zijn er nog andere personeelsleden aanwezig en de twee verdachten nemen rustig de tijd om het gebouw te doorzoeken. Ze vinden een kluis van zo'n 200 kilo die ze met behulp van een karretje verplaatsen. Met veel moeite krijgen ze de kluis in een bestelwagen die ze aan de garage hebben geparkeerd. Het gaat om een lichtkleurige Volkswagen Transporter 4. Rond 7:50 rijden ze weg met hun buit. De eerste dader is een man van rond de 35 jaar. Hij heeft een gebruinde huid, kort donker haar en een vrij breed postuur. Hij droeg een donkere polo, vermoedelijk van het merk Ralph Lauren. De tweede dader is een oudere, blanke man van rond de 55. Hij heeft kort grijs haar en is kalend. De man is normaal gebouwd en heeft een buikje. Hij is een stuk kleiner dan zijn compaan. Die dag droeg hij een lichtkleurig t-shirt met lange mouwen en een bril met rechthoekig montuur. Beide mannen spreken Nederlands met vermoedelijk een Hollandse accent. Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0.